Bewoners van de Staatsliedenwijk in Almere stad zijn nog steeds woedend over het gedrag van bezoekers van de Abu Bakr Asadiq moskee. Afgelopen vrijdag was het suikerfeest, het einde van de Ramadan. En dat heeft voor veel overlast gezorgd in de buurt. Vrijdag is het suikerfeest begonnen en om 4:15 werd er opgeroepen tot het gebed met een geluidsinstallatie buiten, wat niet mag. S'morgens, ja. Mijn vrouw wilde om 8:00 naar haar werk toe. Ze was dubbel gezet. Handhavers liepen in de straat, deden niks, schreven geen bonnen uit. Haar auto was dus geblokkeerd? Haar auto was geblokkeerd. Toen omwonenden de moskeegangers op hun gedrag aanspraken, zeggen de buurtbewoners dat ze bedreigd werden. We hebben wat moskeegangers aangesproken van jongens, doe dat nou niet. Hè, dat jullie een geloofovertuiging hebben, maar daar hoeven wij geen last van te hebben. Dan worden wij bedreigd als bewoners van je beledigt een geloof en je beledigt mij. Uw dochter is ook bedreigd. Wat is er precies tegen haar gezegd? Wat er precies tegen haar gezegd is, ben ik zelf niet bij geweest. Maar van haar oren zeggen is dat zij inderdaad vindt dat ze een racist was. En ze is voor racist uitgemaakt. Een buurvrouw is ook voor racist uitgemaakt. En de bedreiging was inderdaad, we komen vanavond wel even terug met mijn broers en neven. De buurt is na jaren van overlast zo boos dat de sfeer er grimmig is. Nu stonden hier gewoon handhavers en politie in de straat. Hoe kan het dat er dan niks gebeurt? Ze hadden opdracht van de gemeente gekregen om niet te schrijven, alleen in excessen. En op aandringen van medebewoners, mijn vrouw is die meneer of mevrouw, ik weet niet precies wat het was, die mijn vrouw had geblokkeerd, heeft dan een bon gekregen als enige. En de rest hebben ze gewoon daar gelaten. En toen die bedreigingen werden geuit naar mij en een buurmeisje, kwam de agent bij me en die zegt van ja, ik kan het wel opnoteren, maar de officier doet er niks mee. Gezien het tijdstip, gezien het feest en gezien de emoties. Ik zeg ja, maar zo lust ik er nog wel een paar. Voelt u zich in de steek gelaten? Behoorlijk. Twee buurtbewoners gaan aangifte vanwege bedreiging doen. Een woordvoerder van de moskee laat weten dat het bestuur de omwonenden niet tot last wil zijn tijdens de gebedsdiensten. De bezoekers zijn er door het bestuur meerdere malen op gewezen om respect te hebben voor de buurtbewoners en dat er geparkeerd moet worden in de vakken. Vanavond is er een overleg tussen de betrokken partijen. Ja, hoe moet dit nu verder? Want die moskee die staat er nog steeds en elke vrijdag is er een gebed. Ja, iedere vrijdag is het weer een strijd. Het is gewoon de laatste 15 jaar eigenlijk al een beetje aan de gang. Hoe wij nu verder moeten, we weten het niet. Nee. Het enige manier is of de moskee gaat weg of er gaan maatregelen worden getroffen. Een straatafsluiting, noem maar. Ja. Dus u roept de burgemeester eigenlijk op van doe iets? Ja, inderdaad, doe nu iets. Want de gesprekken die we hebben gehad met de moskee die zijn uiteindelijk een beetje omhoog gegaan als zijn goed. We hebben in goed vertrouwen. Met deze laatste Ramadan in de moskee is het gewoon echt voor ons weer helemaal nul geworden. Is dit een provocatie? Absoluut. Ze lopen ons uit te dagen. Waarom dan? Het bestuur van de moskee ligt in de clinch met de gemeente over een nieuwe locatie. Dat heeft de gemeente, wat wij hebben begrepen als bewoners, afgewezen. De nieuwe locatie. En nu hebben ze gezegd van nou, dan zullen jullie wel merken wat er gaat gebeuren. Nou, dat is afgelopen vrijdag behoorlijk uit de hand gelopen.